Ultra Gaming 92 en welkom bij een nieuwe aflevering van Minecraft Way to the Beacon. En voordat ik deze aflevering begin, moet ik zeggen dat ik een beetje minder kan reageren, omdat ik een beetje moe ben. De uitleg heb ik al uitgelegd in de GTA San Andreas video die ik vandaag heb geüpload. Maar als je die niet hebt gezien, ik moest veel regelen. En daardoor ben ik een beetje moe geworden. Omdat ik heel veel moest. Ja. Wat doe je als je iets regelt? Denk zo maar na. Moet je overal rekening mee moeten houden. En moet je alles zorgen dat alles perfect wordt. En dat kost een beetje veel moeite. Want ja, er gingen niet veel dingen mis. Maar het was een beetje veel. En ja. Ja. Veel heb ik daar niet echt om aan toe te voegen. Gewoon dat we nu de bovenste verdieping hebben verkend. En dat dit leeg is. Waardoor ik dit kan dichtmaken. Oh, we zijn hier. Ik moest even denken van waar zitten we ook alweer. Oh shit. Nee, daar kan ik niet hier. Hier kan ik niet echt te veel van weghakken. Oh. Heb ik veel cobblestone bij... Nee. Maar ik kan me vaag iets herinneren van de spinnerspawner. Die boven stond. En welkom bij take 2. Want ik kwam net heel erg lek. Zo erg lek dat mijn opnemer even uitviel. Maar dat is gelukkig weer gerepareerd. Dus, nou ja, weer gerepareerd. Hij doet het weer. Ik kan me nog iets herinneren van nog een spinnerspawner. Echt waar. Daar moest hij ergens wezen. Ja, zie je wel. Maar... Nee, nee, nee. Ik weet het alweer. Voor die spinnerspawner moest ik een nieuwe... Hoe heet dat? Nieuwe... Hoe heet dat? Zwaard hebben. Ik ben echt de vorige keer dat helemaal vergeten. Dat daar nog een spinnerspawner... Ik was het echt helemaal vergeten. Daarom zet ik die dingen ook af. Dat ik niet vergeet van... Hey, ben ik daar al geweest? Of ben ik daar al geweest? Nu begrijpen jullie hem ook eens. Of als jullie hem al begrijpen, nu begrijpen jullie hem nog meer. Ik had wat een irritante piep Minecraft. Moet dat nou? Ik heb echt een grotere zwaard. Ik heb echt nog een zwaard nodig. Hé, hey, wacht even. Een grot. Oké, dat valt heel erg tegen. Dit is geen grot meer, dit is een... Ik hoor een zombie. Nee, een baby zombie. Ja, een baby zombie. En heel wat spinnen. Waar het vandaan komt, weet ik niet. Kijk even trouwens naar mijn coördinaten. Zo erg diep zit ik trouwens ook nog niet eens. Als ik maar niet in mijn eigen ravijn mijn. Naar binnen mijn dan, hè. Dat ik opeens midden in mijn ravijn kom. Onder de lava. Oh ja, wacht even. Ik heb alle lava's weggehaald, dus dat kan helemaal niet meer. Oh, heel veel beds hier. En een grot met een... met dirt en zo. Ik wil deze grot even verkennen hoor. Ga je niet te veel van verkennen? Want straks verdwaal ik. Oh shit. Bel. De bel heeft naast de zwaard het meeste attack damage. Dat weet ik toevallig. Van Minecraft. En dat vind ik ook best slim. Dat ze dat zo ingevoerd hebben. Oh, wacht even. Voor het geval dat een mop dacht om daar even te gaan spawnen. Oh shit. Oh, Enderman. Ja. Dit is echt heel professioneel, dit. Oeh. Dit is heel groot. Maar zo ver ga ik niet. Oh shit. Ik zie dat ding nog ontploffen. Oh shit. Ik moet echt een zwaard hebben. Straks. Ik ben niet weg. Holy Mother of God. Dat is een grote hal. Daar wil ik niet eens in terechtkomen. Ja, ik laat het iron een klein beetje liggen, want ik ben echt een beetje op zoek nu naar diamond. En als ik toevallig iron zie, ja oké, doei. Iron zat. Oké, nou, laat ik gewoon even naar boven gaan zoals ik van plan was. Zonder me te onderbreken met dat er een grot is en lek en weet ik veel wat allemaal nog. Wat Minecraft nog allemaal kan verzinnen. Want alles kan tegenwoordig met mods, hè. Lijkt me trouwens op zich ook nog wel een leuk idee. Dat ik mods reviews ga geven. Dat laat ik even over aan jullie. Als jullie vinden dat ik ook mods reviews moet gaan geven, zet het dan even in de comments neer. Want dat lijkt me ook best leuk om te doen. Mods reviews geven. Ik weet niet zoveel over mods, maar alles wat ik over mods weet, kan ik wel mooi uitleggen. Ik bedoel van, ik weet wel hoe je mods kan installeren en zo, hè. Maar ik bedoel hoe je shader packs en zo allemaal installeert. En hoe je zelf een mod maakt, nee, dat weet ik net niet. Maar het lijkt me op zich wel leuk om te doen. Mod reviews geven. Dus mods uitleggen en mods laten zien en zo. Ah, jullie weten het wel. Zet maar even in de comments neer. Als je dat een goed idee vindt. En anders, ja. Zet je gewoon nee, dat is geen goed idee. Meer. En ja, dan vind je het blijkbaar geen goed idee. Ja, het is jullie keus, niet mijn keus. Ja, ik kan wel allemaal leuke dingen doen die ik leuk vind. Alleen daar zit niemand op te wachten. Op dit moment. Want het gaat over jullie, niet over mij. Ik ben alleen maar de commentator. En de gamer. En jullie zijn de kijkers. Dus, weet je wat? Beschouw jezelf, als je deze video kijkt, maar als klant. En wat zeggen vele bedrijven, winkels en zo? Klant is koning. Nou. Dat houdt dus in dat als jullie de klant zijn, jullie de koning zijn. En wat dat betekent mag je zelf invullen. Oh shit, heel veel skeletons. Heb ik trouwens een bow bij mij? Dan zie ik toevallig een skeleton. Ja, ik heb een bow bij mij. Ik kan het proberen. Nee, dat was geen 50 meter. Zie ik nog ergens anders een skeleton? Nee, niet echt. Ja, daar, maar dat is geen 50 meter, denk ik. Dat zou wel eens 50 meter kunnen wezen. Kom op. Ah, ik heb geen pijlen meer. Uitgerekend nu. Ja, ik heb ook geen zwaard meer, dus... Het wordt rennen of doodgaan. Ik hou het maar bij rennen. Oh, oh. Enchantment boogs hebben. Oh shit. Ik krijg opeens van die hele grote leg spikes. Oh, 2 witches. Oh, dit is echt... Niet echt heel erg professioneel. Oké. Oh, deur dicht. En daar zit je dan. Opgejaagd door 2 heksen. Heel veel skeletons, heel veel spinnen. In dit hokje. Nou jongens, ik denk dat ik gewoon ga wachten tot het weer dag is. Of ik ga voordat het dag is nog een keer proberen om weg te komen. Maar voor nu ga ik zeggen, kijk eens, doe een duimpje omhoog. Help je mij mee, help het kanaal mee. En abonneer als jullie nog niet zeggen, meneer. En dan zeg ik, doei!